NEC moet het vrijdagavond opnemen tegen de koploper van de keukenkampioendivisie, Go Ahead Eagles. De Nijmegenaren hebben deze week al een zware wedstrijd in de benen, het beekduel tegen Excelsior. Winnen van een eredivisionist, dat moet vertrouwen geven. Ja, absoluut. Natuurlijk goed gevoel overhouden aan die bekerwedstrijd. En ik denk uiteindelijk ook dat we ons terecht geplaatst hebben voor de volgende ronde. Heb je nog een voorkeur voor een tegenstander? Nee, totaal niet over nagedacht om eerlijk te zijn. Wij hebben na de wedstrijd van Excelsior direct eigenlijk de focus gelegd op Go Ahead Eagles. Ja, die wedstrijd wordt een belangrijke. Heb je daar nog extra last van dat je toch 45 minuten in de benen hebt? Nee, want als je zo'n wedstrijd wint net als van de week, dan dat is gewoon weer brandstof voor de volgende wedstrijd. En je merkt gewoon aan de jongens dat ze er zin in hebben. Dat we morgen weer voor een volle goffert willen spelen. Tegen Go Ahead, onverwacht goed team eigenlijk. Was het niet tot de oorspronkelijke grote vier, zeg maar. Maar daar staan we al bovenaan. Wat wordt het voor een wedstrijd? Nou goed, weet je, Go Ahead heeft een hele goede selectie. Die hebben ze goed samengesteld en daar zit een goede balans in. Nou ja, ze zijn ook goed gestart in de competitie. Ze hebben één keer verloren bij Jong AZ uit. Ze zijn ook door in de beker en wat kan je verwachten voor de wedstrijd? Kijk, wij spelen elke wedstrijd om te winnen en de tegenstander die doet dat ook. En je gaat altijd kijken van hoe kan je dat het beste doen? Jullie speelden de laatste wedstrijd in de keukenkampioendivisie met een soort 4-2-4 op in het veld. Is dat ook verstandig tegen een aanvallend team als Go Ahead? Ja, jullie noemen het 4-2-4. Ik noem het gewoon 4-3-3. Omdat volgens mij Asjebar gewoon achter Braak speelt. En natuurlijk zijn het twee aanvallend ingestelde spelers. En voor de rest is dat systeem voor mij helder. We spelen aanvallend, dat is een feit. En het zijn aanvallend ingestelde spelers, maar niet meer dan dat. Nou, dan nog even naar die wedstrijd tegen Excelsior. Je hebt ook wisselspelers laten spelen die een goede wedstrijd hebben laten zien. Dus je hebt een breed, sterk elftal. Dan moet je plezier doen, denk ik. Ja. Nou ja, goed, we hebben een brede selectie. We hebben gewoon veel kwaliteit in de selectie. En de verschillen zijn ook niet zo heel groot. En dat is gewoon gebleken in de wedstrijd tegen Excelsior. De jongens die daarin gespeeld hebben, die hebben het allemaal gewoon goed gedaan. Zijn ook verdiend door. De jongens die daar ook nog ingevallen zijn, het ook prima gedaan, onze jonge jongens. Paolo en Mike. Ja, dat is gewoon goed om te zien. En daardoor is de concurrentie in de selectie groot. Maar kunnen wij ook op een goed niveau trainen elke week. Vrijdagavond om 8 uur in het Goffertstadion in Nijmegen. NEC tegen Go Ahead Eagles.